De lage bromtoon geeft aan dat dit hoogspanningsstation Dordrecht en omgeving nog steeds van stroom voorziet. Maar netbeheerder Stedin heeft hier een nieuwe locatie voor. Dit gebouw is dus binnenkort niet meer nodig. Toen ik voor het eerst hier langs reed, dacht ik echt wel van nu, dit is een gebouw. Ja, hier zouden we iets mee kunnen, hier zouden we iets mee moeten. Er zijn allerlei wilde ideeën geweest, van bouwmarkten tot een markthal zoals in Rotterdam ook is. Maar uiteindelijk zijn we wel gekomen tot dat we woningen wilden maken. Ja, en dan moet je goed gaan nadenken van hoe ga je dat doen in zo'n gebouw. De locatie is ideaal, dicht bij het centrum en bij uitvalswegen. Maar dit gebouw geschikt maken voor woningen was nog een hele puzzel voor architect Hendrik-Jan Groeneweg. Het hele idee is bijvoorbeeld dat we het dak eraf halen en dat er eigenlijk op het binnenterrein een hele mooie binnentuin komt. Daar komen galerijen aan, daar komen terrassen aan. Ja, de grote uitdaging hier, want het is een hele hoge donkere bak, is hoe gaan we het licht krijgen? Ja, dat is een kwestie van, als je nou hier naar boven kijkt, dan kan je zien dat je gewoon door middel van dat dak weghalen, natuurlijk eigenlijk een heel groot binnenterrein krijgt met heel veel licht erin. Eerder was de Welstandscommissie van Dordrecht nog tegen de ontwikkeling van woningen op deze plek. Het maken van ramen in het gebouw zou het gemeentelijk monument te erg aantasten. Groeneweg werd meerdere keren teruggestuurd naar de tekentafel. Dan moet je gewoon eventjes je ego laten vallen. Dat kan geen kwaad voor een architect. Dat is voor een ontwikkelaar soms ook goed. En dan moet je gewoon weer eens even opnieuw bedenken van ja, wat willen we ermee? Hoe gaan we dat oplossen? En dan gaat de creativiteit vanzelf werken. We zijn natuurlijk niet voor één gat te vangen.